Laatst werd ik door mijn buurvrouw uitgescholden voor asshole-leien. Asshole-leien. Nou, waar komt dat woord vandaan? Dat is bij de rijdende rechter, was in het begin van het jaar, was er ruzie. Was in Sliedrecht was ruzie over twee hekjes. Twee buren hadden ruzie over hekjes. Nou, heel erg heftig. Hier zit ongeveer wat in Oekraïne aan de hand is. En hier zit wat in Sliedrecht aan de hand was. Ontzettend veel internationale aandacht. Heel erg heftig was dat. En, maar goed, dus daar is het woord asshole-leien geïntroduceerd door een buurman. Die schold toen die andere buurman uit. En het mooie is, ik vind asshole-leien, vind ik nu al eigenlijk het mooiste woord van 2014. Het is het mooiste scheldwoord dat er bestaat. Omdat asshole-leien kun je gewoon tegen iedereen zeggen. Maakt niet uit of een man is of een vrouw. Iedereen is een asshole en iedereen is soms een leien. Asshole-leien. Fantastisch scheldwoord, toch? Maar goed, ik werd dus laatst uitgescholden door mijn buurvrouw. En hoe komt dat? Ik had de vuilnis op de verkeerde dag buiten gezet. En ik weet nooit precies op welke dag de vuilnis buiten moet. Ik heb een soort eigen tactiek. En dat is door het raam kijken naar buiten. En als er een andere zak ligt, dan is het tijd voor mijn zak. Dat is eigenlijk wat het is. Dan kijk ik van, oh, er ligt een andere zak. En dan pak ik mijn zak. En dan kom ik zo met mijn zak, kom ik zo bij die andere zak. En leg ik hem zo neer. Dat is eigenlijk zo wat het is. Ik heb ook wel eens dat ik denk dat er een vuilniszak ligt, maar die ligt er niet. En dan zit ik, oh, die zit er. En dan kom ik zo met mijn vuilniszak en dan kom ik op die plek. En dan ligt er helemaal niks. En dan denk ik, oh, kut. En dan ga ik weer terug met de vuilniszak zo mijn huis in. Ik weet ook niet wat de buren denken, weet je wel. Misschien denken ze van, heeft hij een hele lelijke hond of zo, waar hij zich voor schaamt, weet je. Die toch nog het gevoel van buiten moet hebben gehad. Kom, fik je er eventjes in zo, ze even zo'n gevoel hebben gehad, en dan weer zo naar binnen. Maar goed, ik had ook een keer, toen lag er al wel een andere zak, en toen kwam ik zo met mijn zak, en toen kwam ik zo bij die andere zak, en toen leg ik hem zo neer, en toen denk ik de buurvrouw zo, hé, en zo, huh? En toen pakte hij zo mijn eigen zak, en toen ook maar die andere zak zo, maar voor de zekerheid zo. Je hebt gewoon met twee. De buren denken gewoon, hij heeft een lelijke hond en hij verzamelt ons vuilnis of zo. Wat is het voor een rare gast? Maar die ene dag, toen wachtte zo niks. En toen kwam ik zo met mijn vuilniszak zo. En legde ik zo neer. En ineens zwaait zo de deur open. En zei zo, hey, het is geen woensdag, asshole-leier. En ik schrok gewoon. Ik schrok met de tering. Maar toen dacht ik wel, asshole-leier, wat is dat een mooi scheldwoord, hè? En soms leid je ook onder je asshole. Soms heb je een geïrriteerde asshole. Ja, dat heb je soms. Bijvoorbeeld thuis ben je gewend, heb je driedubbelaars wc-papier dat door klein puppy wordt gebracht, weet je wel? Je zegt zo, dankjewel klein puppy, en zit zo na 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 na. Heel fijn toiletpapier is dat. Heel zacht voor je billetjes, weet je. Soms hoef ik niet eens te scheid, vind ik het gewoon fijn om er langs te halen, hè? Is gewoon fijn. Je billetjes vinden het fantastisch, als het er al aankomt, ga je billetjes als zo, yay! Weet je? Soms ben je ergens, maar dan hebben ze helemaal niet driedubbelaars door klein puppy gebracht wc-papier. Maar hebben ze van dat hele korrelige grijze wc-papier. Ja, maar dat geeft je dan dezelfde swoon, alsof het driedubbelaars door klein puppy gebracht is. En dan ga je zo, rach, rach, rach ga je dan zo, weet je? En dan heb je een geïrriteerde asshole die helemaal rood is. En ook als je dan een klein windje laat, wordt die voor 1 seconde heel heet. Weet je? Dus zo, en dan heb je een geïrriteerde asshole, is dat. En dat voelt iedereen ook. Je voelt je heel ongemakkelijk erdoor. Iedereen denkt van, je hebt een geïrriteerde asshole. Zit je, klopt ja. Je hoeft niet eens uit te spreken. Zit zo, En die ander zegt ook niet asshole, die zit gewoon zo. Iedereen voelt wat dat is. Knetter ongemakkelijk is dat. Asshole. We zijn nooit begonnen met dat schminken, omdat we dachten, oh, de slavernij, dat vond ik toch zo'n leuke tijd. Laten we dat ieder jaar gaan re-enacten. Nee, we zijn daarmee begonnen, zodat je niet ziet dat het ome Henk is. Die kinderen zijn wel goed gelovig, maar niet blind. Die zien met roetvegen, denken ze gewoon, hey, ome Henk, ben je in de asbak gevallen of wat?